wij staan nu bij de Poldervaart in Schiedam en achter ons zie je de begraafplaats Beukenhof. En dit is een beetje een groen strookje van Schiedam-West, zeg maar. En we staan dus vlakbij de nieuwe ijsvogelwand. Dat houdt in dat we een aantal mensen in gesprek zijn gegaan met de gemeente Schiedam. Waaronder Ben van der Broek, ene Marco Latoy, Patrick Nijnen en ik, Wilma van Rotten. Want wij merkten vorig jaar dat het niet helemaal goed ging met de verstoring van de ijsvogels. Dit jaar was het. Ze hebben hier gebroed. En hoe het bekend is geworden weet ik niet, maar er stonden hier op een gegeven moment zoveel mensen. En dat ging niet helemaal goed. Een aantal bleven keurig netjes op het fietspad staan, maar het gros ging pal langs de waterkant staan en zelfs met een waadpak in het water om die vogels te fotograferen. En toen hebben wij gezegd van hier moeten we iets mee gaan doen. Dus daar is alles mee begonnen. En wat maakt die ijsvogel dan zo speciaal dat het zoveel aandacht genereert? Het is een prachtig vogeltje om te zien. Die helblauwe rug en dat oranje. En het is gewoon een vogeltje wat tot de verbeelding spreekt. Maar echt zeldzaam is hij niet, maar het blijft gewoon een prachtig beestje. En waarvan is deze kijkwand gemaakt? En wie heeft het gemaakt? En wat was er allemaal voor nodig? Nou, voornamelijk hout. Maar de namen die ik noemde, die hebben eraan meegewerkt. En verder nog wat mensen van de vogelwerkgroep. En er was een stagiair erbij van de gemeente. En er was nog een mevrouw bij die ik niet ken. Dus we waren maar een mannetje, vrouwtje of 10. Daar zijn we mee aan de gang gegaan zaterdag. En de gemeente heeft vorige week al de boomstammen neergezet. Dat was natuurlijk zwaar werk. En zaterdag hebben wij met wilgentakken zijn we gaan vlechten. En hoeveel van deze ijsvogels zijn er ongeveer in Nederland en wereldwijd? Oei, dat is een hele goeie. Dat verschilt nogal eens per jaar. Als er een slechte winter is geweest, dan zijn er een heleboel ijsvogels dood. Want dan ligt de ijs op het water en dan kunnen ze niet vissen. Dus dan sterven er heel veel. Maar met zachte winters, ja, dan gaat dat wel goed. Maar het precieze aantal weet ik niet. En wat nou als deze ijsvogels verplaatsen? Nou, dat gaan ze waarschijnlijk niet. Want ik ben al een paar keer wezen kijken en van de week had ik er verderop alweer 2 op een takje. En ik heb ze al hier bij de wand gezien, dus dat komt wel goed. Als de rust echt is weergekeerd, dan komen ze vanzelf alweer kijken. Ze broeden hier nu 2 jaar, dus dat komt wel goed. En heeft deze kijkwand veel onderhoud nodig? Dat is even afwachten. Ja, ik weet niet hoe sterk die takken zijn, maar ik denk wel dat er in de loop van de tijd wel een beetje onderhoud nodig zal zijn. Dat kan haast niet uitblijven. En dat wordt dan weer gedaan door vrijwilligers? Ja, ik denk het wel. Mijn broer die werkt ook bij Landschapsonderhoud Rotterdam. En die heeft ook alle materiaal en zo. Dus die wil dan vast wel weer helpen. Hij was er nu ook bij zaterdag. En hoe ziet hij de toekomst van de ijsvogel in Nederland? Als wij voldoende zachte winters houden, wat er misschien wel in zit, dan komt dat wel goed.